Onze gast vandaag is Giel van der Ven. En mijn naam is Rietje Barels. Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk is dit de huiskamer. Een aantal weken geleden ben ik bij de uitvaartverzorging geweest van Van der Ven in Middelharnis, omdat ze daar een open dag hielden. Het doel van mij om daar een beetje rond te kijken was ook om te zien wat er nou allemaal voor mogelijkheden waren. En ook, eerlijk gezegd, om er een beetje vertrouwd mee te raken. Het is toch iets wat ons allemaal raakt, maar wat graag een beetje ver van ons houden. Welkom, meneer Van der Ven. Dank u. Het was ongelooflijk druk die dag, hè? Ja. Ja. Er is heel veel animo voor. Ja, klinkt gek natuurlijk, hè? Heel veel animo voor. Heeft dat er nou toch mee te maken dat dat nog maar weinig besproken wordt? Weinig zoveel openheid is in een uitvaartcentrum? Ja, zeker. En steeds meer mensen die gaan dat eigenlijk toch afvragen. Ja, wat gebeurt er met mij? Hoe zit het? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen wij zelf nog beslissen? En dan willen ze graag bekijken en een beetje eraan proeven en kijken hoe dat in feite gaat. Was dit dan de eerste keer dat jullie dat deden? Nee, dit is de derde keer. Derde keer toch al? Ja. Ik heb het vorige keer niet gezien, maar... We doen het meestal om de 2,5 jaar. En nu staat de volgende, staat alweer gepland. Nou ja, ik weet ook, er was bijvoorbeeld een notaris, een steenbewerker, verzekeringen, zangers of zangeressen. Zangeressen. Spreeksters. Tweemaal, driemaal zelfs. Ja. Er was iemand een mediator, dat is een advocaat en die doet dan een geschillen in het gezin proberen. Tijdens die periode na het overlijden? Ja. Dat lijkt me heel moeilijk, zeg. Ja, maar wanneer er geld vaak om de hoek komt kijken, is het de mensheid natuurlijk. Ja, maar dan zou je denken, daar zit die notaris voor. Ja, maar toch, als het niet goed geregeld is met notaris, dan wordt er ook wel eens een beroep gedaan op een mediator. En die gaat in die tussenliggende tijd tussen het overlijden en de begrafenis? Nee, daar net naar. Daar net naar, dan kijken ze binnen dan wel genegen om vaak de uitvaart te doen in de geest van de overledene. Maar daarna komt dan toch wel een mediator om de puntje op de i te zetten van, joh, hadden we niet kan een beetje naar links, een beetje naar rechts. En als het echt niet anders kan, binnen wij eigenlijk de aangewezen persoon om het in goede banen te leiden. Ja. Dat voelen jullie waarschijnlijk ook wel, want als jullie ergens komen en er is een vreselijk gespannen sfeer, of ze kunnen elkaar niet verdragen, dat lijkt me ontzettend moeilijk, want wie besluit dan uiteindelijk wat er gebeurt? Ja. Nee, want dan niet iedereen heeft dat vastgelegd, hè? Nee, heel veel niet, en dat is heel jammer. Het zal eigenlijk goed wezen dat het een verplichting is, dat een ieder in Nederland zijn uitvaart regelt van tevoren. Puur om veel problemen, ook heel veel stress te voorkomen. Ja, maar u kent ongetwijfeld ook mensen, ik ken ze zeker, die zeggen, daar wil ik nou nog niet over nadenken. Of ik laat het over aan de ander. En dan denk ik, dat moet je inderdaad niet doen. Nee, maar het mooiste voorbeeld is wanneer iemand geboren wordt, dan zeggen ze van, dan komt de verzekeringsagent binnen. En wat maatschappij maakt er niet uit. Zullen we de kleine maar meteen mee verzekeren? Want als er ooit wat gebeurt, is het maar gedekt. Ja. En in feite moet je in dat gesprek... ons als verlengstuk gebruiken om te zeggen, en wat zal er dan moeten gebeuren op dat ogenblik? Welke weg willen wij gaan bewandelen als gezin? Ja, mijn ouders hebben dat destijds, moet ik nagaan hoeveel jaar terug, wel gedaan. Dat is heel goed. Ik heb toch van die hele kleine polissen van gulden, 200 gulden, 300 gulden. Dus die hebben er altijd rekening mee. Ja, maar dat is het financiële. Oh, u bedoelt het financiële. U bedoelt dat echt dat er al, hoe willen we het dan doen dat er met zo'n kindje iets gebeurt? Ja. Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk moet je dat altijd doen. Maar ja, dan bent u waarschijnlijk heel modern, want ik begrijp dat hier op het eiland het toch over het algemeen zo was. Heel traditioneel. Dat het heel traditioneel, ja, maar dat de begrafenisondernemer als het ware haast besloot hoe zo'n uitvaart eruit zag. Dat werd op heel veel plaatsen wel gedaan en, nou ja, gedaan. De traditie schrijft dat voort en als een ondernemer binnenkomt en die heeft heel de straat aan de linkerzijde gedaan, dan doet de rechterzijde ook hetzelfde. Van doe het maar hetzelfde als de buurman. Nou weet ik zelf, misschien een heel andere oorzaak dan hier op Geree-Overflakke, maar er is begin jaren 90 heel veel, in de stad in ieder geval,
heel veel veranderd, omdat er door allerlei ziektes jonge mensen kwamen te overlijden. Ja, dat klopt. Heeft dat hier ook zijn invloed gehad, denkt u? Absoluut. Kijk, het eiland is wel op een heel veel zaken geïsoleerd en zeker op bepaalde denkbeelden. Maar internet spreekt natuurlijk voor zich. En ieder van ons die zit op internet te neuzen om te kijken van hoe gaat dat daar? Hoe werkt dat? Hoe zit dat? Wat kost het? Wat zijn de consequenties? En sinds het internet natuurlijk zijn intrede heeft gedaan in de wereld, zijn de uitvaarten ook wezenlijk veranderd. Omdat mensen nu veel meer kunnen zien, hier gebeurt het zo, maar het is in de stad of ergens anders. Ja, het kan ook anders. Maar was het dan een soort taboe wat er omheen hing? Nee, traditie. Traditie, gewoon puur traditie. Het is altijd zo geweest. En het is niet slecht een traditie. Alleen de jeugd die maakt het anders. En de jeugd die zegt van ja, moeten wij dan hetzelfde doen als mijn overgrootvader of nog twee generaties terug. Wij willen iets anders. En ik noem maar een voorbeeld van, zullen we moet het per se een zwarte rouwauto wezen? Of zullen we een grijze of een witte nemen? En dat is dan dat het makkelijkste voorbeeld om te doen. Ja. En daar zit heel veel verschil in. Ja, ja. Ja, en ik kan me, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik me er ook eigenlijk wel iets bij kan voorstellen. Want als bijvoorbeeld bij opa is het zo geweest. En mama die hield heel veel van opa. Dus die willen we hetzelfde rituelen meegeven. Hartstikke goed. Als het destijds geweest is. Ja. Maar de jongelui, die zullen waarschijnlijk nu toch een heel ander idee hebben. En absoluut. Als ze daarmee bij u komen, we willen geen zware kist. We willen, nou, noem eens op. Het mooiste voorbeeld wat je kan geven is, wij komen bij iemand binnen en dan zeggen, hoe heeft de persoon in kwestie, hè, dan zal ik het heel makkelijk maken, geleefd? Ja. Waar hield hij van? En dan zegt hij, ja, hij zat altijd in het hof, altijd bloemen en dat was zijn lust en zijn leven. Dan moet is een groot woord, dan stellen wij voor om een rouwkaart met bloemen te doen. Dan stellen we ook voor om een lichtere uitvaartkist, dus lichter van kleur te gebruiken. En dat gaat dan in alles verder. Speelt het hier ook mee dat kinderen, kleinkinderen de kist mogen beschilderen? Mag hier Wordt ook. Dat gedaan? Wordt hier ook gedaan. Wordt ook gedaan? Ja. Wat ik heel mooi vind, ik weet niet of u hem heeft, maar ik weet dat er bij u ook gebruik gemaakt kan worden van een traditionele Engelse lijkwagen. Ja. Zo'n hey. Wij hebben de beschikking, en dat wordt dan ingehuurd van een bedrijf. En dat bedrijf dat is geweldig als je daar een keer naartoe gaat. En op beurzen staan ze ook altijd. En dan hebben ze wel bekend de lijkwagen van Princess Di in Engeland. Ja. Nou, en wij hadden de laatste keer met de open dag hadden wij exact dezelfde, dan een witte gekozen. Puur omwille dat er een zwarte rouwauto en een grijze rouwauto. En toen hebben we een witte daarvan genomen. Ja, is gewoon schitterend om te zien. Paard en wagen verhuren. Ja, dat is precies het. Dat wilde ik al vragen. Dat precies het tegenovergestelde. Ja. In mijn idee. Heel sober. Dat ik heb begrepen niet. Dat het niet. Ja, zo had ik het ervaren. Nee. Als je met paard en wagen werden weggebracht. Ik heb wel een paar keer achter moeten wachten. Omdat de stoet voor mij uitging. En dan vond ik dat heel mooi. Ik dacht dat dat echt iets traditioneels van hier was. Nee. Van een bepaalde kerk. Nee, dat is puur als iemand heel veel met paarden heeft gehad in zijn leven. Een handelaar die vinden dat zo prachtig en die hebben dan altijd gezegd, nou als er mij wat in de toekomst gebeurt, wil ik dan toch ook dat. En vaak is het zo dat hun eigen paarden ervoor lopen dan. En dat is natuurlijk helemaal prachtig. Dat eigenlijk hetzelfde wat nu de laatste jaren gebeurt, is het verlengstuk van de dragers. Wij doen eigenlijk 80% van de begrafenissen met de kinderen en de kleinkinderen die dragen. En dan zijn er te weinig, dan doen we onze eigen dragers. En dan doen we de kinderen en de kleinkinderen ertussen zetten. Puur om het gevoel van verbondenheid met de overledene gestalte te geven. We hebben hier ook een aantal andere culturen erbij gekregen op het eiland. Ja. En andere culturen brengen ook eigen rituelen met zich mee. Dat klopt. Hoe wordt dat bij jullie in dat uitvaartcentrum beleefd? Hoe hebben jullie uitvaartcentrum daaraan aangepast? Nou, heel goed kijken naar de collega's.
in het land. En dan kom je bij... Kijken jullie dan naar de stad vooral? Wat daar allemaal... Ja, maar dat is natuurlijk het voorbeeld. Kijk, ja, wij zitten natuurlijk niet zo ver bij Rotterdam vandaan. Nee. En ik geloof dat er iets van ruim 200 culturen zijn, hè? Ja. Er zijn heel veel. En dan kan je ze in hokjes plaatsen. En dan zijn de Hindoestanen. De mensen van de moslimcultuur. En die hebben een hele, hele strenge geloofsleer. En daar zit natuurlijk ook de uitvaart, die heel streng is, daarin gebakken. En wij hebben daar een aparte gedeelte voor gecreëerd, voor de rituele wassingen te doen. En dat is dan de mannen worden door de mannen gewassen en die worden dan ingewikkeld in doeken. En er wordt heel veel water bij gebruikt en dat spettert. Nou, oké, dat hoort in hun cultuur en dat moet je ook met alle respect behandelen. En dan komt dan een imaam, die zit dan voor de deur. En dan een aantal mannen die wassen de persoon. Die doen hem helemaal in witte doeken wikkelen. En dan wordt hij in een kist gelegd. Dat is prachtig om te zien. Wij mogen daar ook niet bij wezen, maar wel het begin en het eind mogen we dan zien. Want het is echt een geloofscultuur. Dat is prachtig om te zien. De Hindoestanen die hebben dat weer anders. Die doen heel veel cremeren. Nou, dat hebben wij ook al een aantal keren gedaan. Die gaan dan, die doen zelf de overledene dragen. Die doen dan een overledene met kisten al 7 keer optillen en neerzetten. En dan lopen ze de rondjes rond. En al die culturen die ze hebben, ja, daar moet je eigenlijk wel in verdiepen. Ja, dat wil ik net zeggen. Dat is dan moet je wel schitterend om te zien. Schitterend om te zien. We hebben pas nog een meneer, een Chinese familie. Nou, dat was helemaal prachtig. Ja, maar die krijgen allerlei dingen mee als offers. Ja, hè? Om het daar hier is ongeveer, gebruik van te maken, kunnen ongeveer maken. Ongeveer een beetje een 30 miljoen euro in de kist neergelegd. Ja, ja. Het was wel monopoliegeld. Ja, nee, maar ook bijvoorbeeld dat ze een soort auto's meekrijgen of een magnetron, omdat ze als ze dan in de hemel als ze iets moeten klaarmaken, dat ze er gebruik van kunnen maken. Maar dat dan niet, want ja, heel veel, eigenlijk alles wordt alles door die mensen gecremeerd. Alles wat je maar nodig zou kunnen hebben, ja. Al die mensen worden gecremeerd en dat wordt nu wel in deze tijd omgedraaid dat ze zeggen, je krijgt geld mee, want dan kan je het daar kopen. Oh. Maar wel bepaalde kledingen, heel veel rood wordt erin gebruikt. Ook de binnenbekleding wordt dan vaak als rood betiteld en afgedekt. En ja, dat is een geweldig iets om dat te mogen doen. Ja. Een van de ruimtes bij jullie is ingericht als een kerkopstelling. En toen dacht ik, is dat omdat, willen ze misschien wel een dominee die iets zegt, maar geen kerkelijke uitvaart? Nee, daar komt de grote zaal. Als je die die zet hem in twee gedeeltes neer. In kerkopstelling. En dan wordt er dienst erin gedaan en dan staat de overledene voor. Daar wordt de dienst gedaan. Daar wordt de dus dienst niet in gedaan. De kerk, maar daar worden heel veel diensten worden daarin gedaan. Maar ook door dominees of een pastoor of een spreekster of de familie. En dan staat het in kerkopstelling. En dan gaat de familie naar de begraafplaats. Dus niet meer in de kerk dan? Hey. Heel veel uitvaartdiensten worden daar nu gedaan. Oh. Overledenen blijven bij jullie, dat vind ik ook heel mooi, blijven bij jullie opgebaard. Die gaan niet in een, het lijkt me, ja, ze weten het niet meer. Het idee van in zo'n koelcel schuiven en dan op de bezoektijden er weer uit en neergezet worden. Bij jullie is dat niet zo. Nee, bij jullie blijven ze in een bepaalde ruimte. Ja. De familie mag zelf, nabestaanden mogen zelf kiezen welke ruimte. Of dat een huiselijke sfeer, een wat modernere sfeer. Kan allemaal, mogen ze zelf kiezen. En die overledene blijft bij jullie daar staan al die dagen. Dat klopt. We hebben ervoor gekozen om 24 uur kamers te creëren. En die hebben er 3 gemaakt. En wat u ook zegt, we hebben een traditionele, een wat moderne en een neutrale. Dan krijg je een tekker en dan kan je aan de zijkant van het gebouw... Een sleutel? Ja, een sleutel. En dat is een rond schijfje met een elektronisch apparaatje. Nou, houdt voor mij op. Je houdt het tegen de deur gaat open. Dat, dat is het enige wat ik snap. En dan kom je in de hal en dan zijn de toiletten. En dan kom je in een afgesloten gedeelte. En dan kan iedereen tezamen komen. Ja, en ook koffie zetten zelf, en zag ik. Hè? Koffie, vind ik ook zo aardig. Dat ze mogen het in alle tijden in. Ja. Wanneer de behoefte eraan is. Of familie komt van heel ver weg. Ja. En ze kunnen er op elk moment dat zij de behoefte aan hebben, kunnen ze naar binnen. En dan staat de overledene in een afgesloten ruimte. En wanneer u daar gebruik van maakt, dan
is die tacker, die sleutel, zo geprogrammeerd dat hij de deur open kunt maken aan de voorzijde. En dan uw kamer. Ja, dat je niet bij anderen kan gaan. Precies. Kijken. En wij hebben dan als wij hebben dan zelf de moedersleutels. En wij kunnen overal in. Ja, want ja, wij lopen te pas en te onpas lopen daar naar binnen. Ja, maar ik kan me ook heel goed voorstellen, bijvoorbeeld met, dan stel ik me voor met kleinkinderen, dat die bijvoorbeeld ineens weer behoefte hebben. Die moeten dan weer even opa of oma zien. Ja. En dan kunnen jullie, bij jullie kunnen ze dan gewoon zeggen, nou dat doen we. Ja, het is vaak zo. En dat en dan er zijn dagen dat we aan het klussen zijn binnen. Ja. En dat klussen wil zeggen dus stofzuigen en dergelijke. En dan ben ik met mevrouw bezig of met medewerkers. En dan kijken we en dan zien we een familie langskomen. Dan maak ik even een praatje mee. Dan gaan we weg. En een kwartier later komen ze weer terug. Ja. Met andere familieleden. Ja. Want die hebben gebeld. Ja, ik kan het nog even. Ja, ja, tuurlijk, komt eraan. Ja. En dat is... Dat heel is waardevol, heel, denk ik. Ja, ja, een heel rust, veel rust geeft dat. Ja, want ik heb, het is niet zo lang geleden, moest ik naar Zoetermeer toe en ik raakte daar verdwaald. En het was maar tot een bepaalde tijd en ik kreeg het zo benauwd. En dat is als er een limiet aan zit, al aan de bezoekuren, dat is heel vervelend. Dat is heel vervelend. Bemiddelen jullie, of zorgen jullie ook voor iemand die thuis opgebaard wil worden? Ja. Ja. Wat voor voorzieningen moeten er dan getroffen worden? Wat de familie wil. Vaak is een verzorgingstehuis dat de cliënt in een kamer staat waar ze de laatste tijd hebben gewoond. En dan nemen we een koeling mee, eventueel schermen, een rok. En u zal zeggen een rok. Ja, om daaromheen te doen, precies. Snap ik, ja? Ja, ik heb mijn zusje gewoon op bed laten opbaren. Oké, okay, kan ook. Nou, dat noemen ze onderkoelingen. En het is maar net wat de mensen willen. En dat zijn ook zaken die we proberen op zoveel mogelijke manieren aan te passen aan de familie, hoe dat ze het willen. Ja. We doen heel veel in grijs opbaren, maar ook in rood en in blauw. De kamerschermen die er rondheen komen staan, is ook allemaal dezelfde kleur. We proberen zoveel mogelijk niet alleen maar het traditionele pikzwarte te doen, dat hebben we ook, maar ook naar de kleur zoals ze zelf hebben geleefd. Ja, ja. Ja, ik zou daar niet aan moeten denken inderdaad. Dat het, maar ja, ik wil helemaal niet. Ik wil gewoon ook niet in een kist. Ik heb nog nooit in een kist gelegen, dat moet straks ook niet. Je bent net als een Chinees in een auto. Nee, ook niet. Nee, ook niet. Gewoon in doeken. Kan ook. Wat ook eventueel nodig, bij tijden nodig. Er staat een vast aantal dagen voor dat iemand begraven of gecremeerd moet worden. Hè? Dat is geloof ik binnen 5 dagen of zo. Zes. Maar er kunnen omstandigheden zijn. Mensen die uit het buitenland moeten komen. Of er kan een heel belangrijke verjaardag zijn van een kleinkind, waardoor het besloten wordt, niet op die dag. Dan kunnen jullie volgens mij uitstel vragen. Uitstel aan de burgemeester. Die moet daar toestemming voor geven. En de officier van justitie. Maar waarom doen moet hij dat dan? Omdat die gerechtig is. Die twee personen die beslissen hoe lang dat de uitstel mag. En het kost extra geld? Nee. Oh. Het kost geen extra geld. Maar dat geven ze niet voor een verjaardag van een kind. Dat uitstel niet? Nee, dat moet wel een gegronde reden voor wezen. En dat kan je vragen als je zegt, inderdaad, als je wij Nederlanders zijn natuurlijk goed bereisd. En als iemand in ver Nepal zit, ja, dan is daar een mogelijkheid voor. Maar dan wordt niet zoveel meer gedaan. Want de praktijk leert gewoon dat je eigenlijk binnen 4 dagen van de andere kant van de wereld, als je wil, hier naartoe kan komen. Wij zijn natuurlijk super in Nederland. Nee, maar ik zit mobiel te denken. Van u zegt van de verjaardag van een kleinkind, dat kan ik me nog voorstellen. Hoewel, dat lijkt me wel heel vervelend. Dat zo'n kind moet zeggen, vandaag, dit wordt die dag niet gedaan. Want dit lijkt me wel heel. Voor mij zou het een prachtige reden zijn om te zeggen, we doen het maar een dag later. Ja, zou voor mij een mooie reden zijn. Dat, ik vraag ook altijd in het gesprek, wanneer zal het bij u uitkomen dat we de uitvaart doen? Nee, maar als het uitkomt bijvoorbeeld, stel dat het met feestdagen, met kerstdagen of zo, dan wordt het automatisch verlengd. Dan denk je van... Nee, want het is 6 werkdagen. En als je nu de kerst ertussen hebt zitten, ja, en die vallen op maandag en dinsdag. Ja, dan heb je zondag, maandag, dinsdag, heb je 3 dagen. Ja? Dan heb je al 4 dagen, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Ja. Overlijd je dan vrijdag, die dag tel niet dan mee. Dus dan kan je eigenlijk dat maar weekend... Die post wordt die bezorgd dan? Jawel hoor.
Echt waar? Oh ja, ja, en dan kom je dus, eigenlijk kan je, als je niet oppast, 12 dagen later begraven worden. Maar het is zo tegenwoordig dat een zelfs crematoria met de kerst op de zondag open zijn. Oh, dat wist ik weer niet. Nee. Kijk, daarom is het goed dat u er toch maar weer bent. En over de post zal ik u wat vertellen. Er is een, als iemand overlijdt op een zaterdagochtend, dan zou je zeggen, ja, dan komt pas de post een woensdag of een dinsdag. Nee, de kaarten worden wel gedrukt op die zaterdag. Ja. Wij hebben een drukker, die was op de open dag ook. En die drukt altijd. Als ik hem bel, dan komt hij. En dat is ook een afspraak. We gaan er ook niet over discussiëren. We proberen. Nee, maar dat is niet de zondagsrust dat hij dan in acht genomen moet worden. Dit gaat gewoon door. Afgelopen zondag heeft hij ook om 7:30 of zo 's ochtends kaarten gedrukt. Hebben ze geschreven. Dan wordt de post opgehaald door de PTT tussen 4 en 8. En dan wordt hij de volgende dag op de maandag toch netjes bezorgd. Houden jullie bijvoorbeeld na een week, dat is mij wel gebeurd door de uitvaartverzorger van mijn zus destijds. Die nam na een week of 6 contact met me op. En dat vond ik zo ontzettend aardig. Ja. Hoe gaat het nou? Ik was de enige overlevende van het hele gezin. En dat vond ik zo ontzettend aardig dat er even gebeld werd om te vragen, hoe gaat het nou met u? Want u bent nou helemaal alleen over. We gaan er altijd naartoe. Jullie gaan er naartoe? Ja, maar dat was een beetje moeilijk. Den Haag Middelharnis, dat begrijp ik dan wel weer. Ik vond het wel heel aardig dat er gebeld wordt, maar voor jullie is dat blijkbaar vanzelfsprekend. Ja, en sowieso na 4 weken is hier de traditie dat er een dankbetuiging in de krant komt. Of dankbetuigingskaartjes, dat wordt hier heel veel gedaan. En dan maken we altijd bij de uitvaart zeggen, nou, zal me over een week of 3, 4 even contact nemen. Dan kom ik naar u toe. Dan gaan we een dankbetuiging maken. En dan doen we een dankbetuiging. Of ze dat willen, dan maken we dat. Zet hem in de krant. En dan komen we 14 dagen daarna, gaan we persoonlijk de rekening overhandigen. En dan leggen we de rekening ook helemaal uit. Van A tot Z. Daar hebben we dat gedaan. En dat is dat. En dat is dat. Goh, ik dacht nog wel, ik voelde me zo bevoorrecht toen ik dacht. U bent u ook. Wat ontzettend aardig, dacht ik. Dus het is eigenlijk heel gewoon. Voor ons wel, maar ik weet niet of voor een ander wel. Dat weet ik niet. Nou ja. Wij doen het wel. U doet het wel. Het stelt me een beetje gerust. Ik heb er zelf weinig aan als het zover is, maar goed. Het is het idee dat er toch voor mijn nabestaanden toch ook. Het belangrijkste wat er is, als u nu al zenuwachtig bent dat het niet goed geregeld is met uw uitvaart, is heel moeizaam. En als je met een gerust hart dat kan laten passeren en op een papiertje kan zetten en in de kast leggen, dan doet het hartstikke goed. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ik nog even zitten, dan ga ik afsluiten. Is goed. We kunnen er ook eindelijk toch nog weer om lachen. Hè? Zo omdat is dat is een goed teken. Het leven is altijd goed als je lacht. Zo is dat. Dat was het dan weer voor deze week. En volgende week ben ik terug met een andere gast en met een ander onderwerp. En als u thuis nu denkt, ik heb een activiteit, een hobby of een onderwerp waarover ik graag eens met haar van gedachten wil wisselen, neem dan contact met ons op. Dat kan via huiskamergo@kpnplanet.nl. En deze uitzending is behalve naast onze lokale zender Slogo terug te zien via Ziggo kanaal 36 en KPN kanaal 1371. En ook uiteraard altijd terug te zien via www.huiskamervanflakke.nl. Graag tot volgende week. Dag.